Kijken naar het deelnemersveld, Andries, dan ben jij een van degenen die daar, zou je kunnen zeggen, de verantwoordelijkheid voor draagt. Hoe begint dat werk ergens in het jaar? Op een bepaald moment, 2-3 maanden voor de Tour, dan is het belangrijkste gewoon dat je van je penningmeester, van de financiële heren, het budget krijgt wat je mag besteden aan het rennersveld. Dan ga je al heel snel over van richting dat rennersbudget, inzet gele trui. Nou, dan begin je langzamerhand de fundering te leggen. Dus de basis van je deelnemersveld met continentale renners plus een aantal wildcards. En dan ga je gewoon kijken naar de Tour de France. En op basis daarvan ga je je verdere deelnemersveld invullen. Maar het houdt dus in dat de lokale mannen, Liewe Westra, Pieter Wening, Bauke Mollema en Tom Jelte Slachter, vaak altijd bij de kern zitten. Kijken naar het deelnemersveld in deze profronde. Elk jaar is het opvallend dat jullie de gele trui dragen krijgen. Ja, onze prioriteit nummer 1 is gewoon proberen om die gele trui dragen te krijgen. Dat houdt dus ook in, je moet er budget voor hebben. Nou, dat hebben we gewoon dit jaar. En dan vullen we de rest van het veld gewoon in. Want een goed deelnemersveld, inclusief gele trui, dat is een uitstekend visitekaartje voor Schruisterveen. En hebben we ietsje minder geld, we kunnen altijd schuiven in onze begroting. Dus rennersveld, prioriteit. Kijkend naar het deelnemersveld van vandaag, Vincenzo Nibali, winnaar van de Tour de France. Hoe moeilijk is het om zo'n iemand naar Schruisterveen te krijgen? Op zich was dat niet zo moeilijk. We hebben dus gezegd gele trui. Nou ja, het ging een beetje kegelen. Favorieten die vielen dus om. Nibali bleef over. Nou, daar zijn we samen met Cycling Service even heel kort mee aan het stoeien geweest. En toen was het klaar. Kijkend naar de Nederlandse deelnemers. Je wil natuurlijk alle tourverdetten hebben. We missen Ten Dam. Ja, op een gegeven moment is het, je hebt een budget en daar moet je het gewoon mee doen. Je hebt een toerwinnaar, nou, daar hangt een prijskaartje aan. Betekent gewoon dat je verderop niet alles kunt contracteren. Maar deelnemersveld wat we op dit moment hebben staan, is toch top van Nederland. Een van de vragen die altijd rond een profcriterium blijft hangen is, is het een afgesproken zaak? Gaat Nibali vanavond gewoon winnen? Dat hoor ik heel veel. Maar dat is de vraag die ligt in de schoot van het peloton. De renners bepalen uiteindelijk van, ja, dat is de sterkste, klaar. Is niet de sponsor die zegt, nou, aan het eind, hoe het ook went of keert, wil graag die gele trui daar op het podium zien? Nou, het is heel simpel. Die sponsors, die koesteren natuurlijk, maar wedstrijdtechnisch en voor de rest in de organisatie, ja, daar staan de sponsors gewoon buiten. Kijken naar Schruisterveen, altijd een prachtig deelnemersveld, altijd gratis ook. Elk jaar lijkt het wel meer bezoekers, zo langzamerhand een van de belangrijkste criteria in Nederland. Ja, dat klopt helemaal. Qua deelnemersveld, qua bezoekersaantallen, qua sfeer zijn we de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Komt natuurlijk ook omdat we al een x-aantal jaren de gele trui hier rond hebben rijden. Je bent zelf natuurlijk liefhebber puur sang, microfonist sinds jaar en dag. Heeft een beetje met elkaar te maken, denk ik. Hè? Liefhebber zijn en ook een beetje professioneel kunnen werken. Ja, dat gaat allemaal naadloos in elkaar over. Het is gewoon passie en ja, het is gewoon een stuk van je leven natuurlijk. Hè? Wanneer begint de voorbereiding voor jouw werk als speaker hier? Dat is ergens in de winter al, vermoed ik. Nou, kijk, het is heel simpel. Je volgt dag in dag uit, volg je de koersen ook op de sites en noem maar op. Dus je neemt een behoorlijk stuk bagage mee. Aan de andere kant is zo, door al die organisatorische besonjes blijft de goede voorbereiding voor het speakeren blijft er vaak bij. Maar op basis van routine en van wat je weet kom je gewoon heel ver. En vanavond natuurlijk nog een nieuwtje, hè? Bauke Mollema in het Track Factory team. Ja, dat valt uitstekend op de dag van vandaag. Dus het is allemaal nieuws. En mogelijk trekt dat ook weer mensen en ja, misschien wel pers. Jullie organiseren ook nog een centrumcross. Dat is ook zoiets waarvan je zegt van, hey, past allemaal mooi in het plaatje van het wielercomité. Ja, dat klopt helemaal. We deden dus altijd een profronde, maar op een gegeven moment toen misten we wat. Ook richting televisie. Toen zijn we met de centrumcross begonnen. En daar had de televisie dus ook belangstelling voor. Alhoewel we dus ook vanavond live op televisie zijn met de profronde. En we hebben natuurlijk afgelopen zaterdag een Pieter Wening Classic gehad voor tourfietsers. Bijna 3000 deelnemers. Dus ja, we zijn volop in beweging. Hoogtijdagen van wielerman Anders Nieuwenhuis.
Ja, dat kun je wel zeggen. Lange dagen, maar we doen het gewoon met passie en plezier. Een paar uurtjes profwielrennen en een heel jaar organiseren. Ja, dat klopt helemaal. Maar aan dat organiseren op jaarbasis hebben we natuurlijk ook ontzettend veel plezier. En ja, als je dat niet meer hebt, dan houdt het allemaal op. Anders Nieuwenhuis, mag ik je danken voor dit vraaggesprek. En vooral, heb nog een hele fijne avond. Ja, fijn bedankt.